De verzamelaar is een persoon die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald voorwerp aanlegt. Wijk TV De Valuwe maakte de volgende reportage voor u van De Verzamelaar. In deze aflevering van De Verzamelaar zijn we gewoon in Kuik. We gaan vandaag op visite bij Frank. En Frank die maakt miniatuur dingen, bouwsels, en heeft allerlei miniatuur dingetjes. En ik heb natuurlijk ook een of andere constructie miniatuur dingetjes bij me. En ik ga vragen of ik hem daar nog blij mee kan maken. Daar zijn we dan bij Frank. En Frank heeft miniatuurspullen. Nou, we hebben samen al even rondgekeken, Frank. En ik sta nu al met mijn ogen te knipperen van wat heb je toch allemaal? Wat heb je veel spullen? En allemaal miniatuur. Ja, het is van alles. Ja, het is misschien eigenlijk maar goed dat het allemaal miniatuur is. Want als het groot zou zijn, dan zou het hier ook niet allemaal in huis passen. Dat doet het nou al haast niet meer. Dus ja, nee, maar ik vind kleine dingen is toch altijd een beetje een uitdaging om dingen die ergens iets voor staan te vinden, die je aanspreken. En ja, om zelf dingen te maken is ook gewoon eigenlijk een fantastische bezigheid. En als dan het resultaat ook nog naar behoren is, dat ik denk van ja, dit lijkt erop. En ja, dan is het leuk. En ja, omdat het hier eigenlijk al een beetje vol staat, ben ik de afgelopen jaren eigenlijk een beetje bezig geweest om dingen te maken die meer in de vensterbank passen. Zodat de mensen vanaf de straat, en met name de schoolkinderen, zullen we zeggen, van de school tegenover, de Nienikes, ook mee kunnen genieten. En ja, als je dan ziet dat er gewoon hele schoolklassen auto blijven stilstaan voor je raam, dan ja, geeft dat toch wel een beetje een kick van, hé, ze vinden het ook nog leuk wat ik gemaakt heb ook. Dus, ja. Ja, want als ik nu in je vensterbank kijk, dan zie ik De Bevrijding, geloof ik, hè? Ja, een beetje een brug te ver. Market Garden, er landen wat parachutes. Ja, en ze landen dan eigenlijk nog op de pontonbrug die er ook nog ligt toevallig van de Vierdaagse af. Die moet nog afgebroken worden. Maar dat gaat binnenkort ook gebeuren, want dan komt de Sinterklaas weer in de raam te staan. Ja. Want daar was je ook al druk mee bezig, zag ik hier op tafel, hè? Ja, ik had hem vorig jaar eigenlijk al, Sinterklaas. En ja, hij moet nog een beetje hersteld worden, een paar kleine puntjes. En dan is hij weer fit om in de vensterbank te... Want dat doe je. Je maakt van karton en allerlei materialen. Maak je zulke dingen op schaal allemaal? Ja, het is karton, plastic, schuim, ondervloeren van... laminaat is een heel dankbaar materiaal om mee te werken, piepschuim. Eigenlijk net wat er voorhanden is. Het hoeft niet allemaal duur te zijn. Het is gewoon goedkope materiaal. Dan kun je toch best veel leuke dingen maken. Want het zijn niet van die kant-en-klare bouwpakketten die je koopt en die je dan in elkaar zet? Nee. Dus dat is echt. Het meeste is gewoon helemaal zelf gemaakt. Neem nou de bootjes hier, dat zijn bouwpakketten. Maar hier, dit zijn weer dingen die gewoon zelf gemaakt worden. Een draaimolen, die ik met de kermis voor de deur zet, voor het raam, die heb ik gedownload van internet. Je print hem uit op een beetje stevig papier, karton. En je kunt gaan knippen en plakken. Ja, die ga je dan helemaal zo zelf in elkaar zetten. Ja. Lijkt me toch wel een gepruts, of niet? Dat is een behoorlijk gepriegel. Ja, en ik heb hem ook nog draaiend gemaakt, met verlichting erin. Ja, en dan is het een helemaal een gepriegel natuurlijk. Maar dat is ook nog gelukt. En hoe kom je aan die ideeën om iets te gaan maken? Ja, je gaat een beetje over internet heen. Soms kom je dingen tegen van, hé, dat is leuk. En ja, je gaat toch een beetje kijken, wat is er te doen in Kuik? Dat is iets leuk om deze tijd van het jaar voor de raam te zetten. Ja. Want je had inderdaad Market Garden. Nou, je bent nu bezig met Sinterklaas. Ik zag al dingen voor de kerst staan. Ja. Al die seizoenen of al die speciale feestdagen, die hou je bij. Ja, dus je krijgt inderdaad nu de Sinterklaas. Dan komt de kerst en dan beginnen we alweer aan carnaval te denken. Die komt dan ook. Dan komen de prinsenwagens weer in de vensterbank. En een stukje van de pronkzitting heb ik ook gemaakt. Oh. En ja, zo van alles wat. Ja.
je maakt dus van alles, maar je hebt hier binnen ook heel veel miniatuurspullen staan. Die koop je dan? Sommige dingen koop je. Als je nou toevallig iets tegen het lijf loopt op een rommelmarkt of op marktplaats, dan is het leuk om het aan te schaffen. Dat is ook een manier van verzamelen eigenlijk een beetje. Het verzamelen. Ja, het moeten wel dingen zijn die je echt aanspreken. Ik kan niet zeggen van ik verzamel nou specifiek dit of dat. Nee, het is net wat ik leuk vind. Ja. Dus je verzameling loopt uiteen van olifanten naar een hele grote verzameling van miniatuurautootjes. Naar, inderdaad, een mini carnavalswagen. Ja, het is van alles en nog wat. Het is gewoon echt, het meest aansprekende is gewoon wat het zelf maken. Dat blijft het leukste. Maar ja, sommige dingen kun je gewoon niet zelf maken, dat is moeilijk. Een Romeinse strijdwagen, ja, dat is moeilijk om zelf te maken. Maar het is wel een leuk decoratiestukje voor als het Romeinendag is. Zijn er nu ook wel eens mensen die jouw spullen komen brengen? Die zeggen van, we weten dat die Frank heel veel dingen spaart in het miniatuur. En gooi ze een keer iets door de brievenbus bijvoorbeeld? Ja, het komt wel eens voor van, hey, kun jij daar nog iets mee doen? Ja, en ja, dan kunnen we het altijd bekijken. Dan probeer je daar eventueel weer iets leuks mee te maken. Dan zetten we het er neer en dan gaan we eens kijken. Denken van, wat kunnen we daarmee doen? En de modelbouw, hoe ben je daar ooit bij gekomen? Dacht je gewoon zo van, dat vind ik leuk, dat ga ik doen? Of heb je nog ergens een groot voorbeeld gezien? Nou, ik ben zo ooit heel lang geleden, dan praat je ook inderdaad over een jaar of 40 geleden. En een neef heeft treintjes en dan begin je zelf ook een beetje met treintjes. En dan is het bouwen van gebouwtjes daarbij toch eigenlijk leuker als de treintjes zelf. En dan ga je op een gegeven moment van alles in de modelbouw doen. Ja. Zullen we nog even naar jouw werk hier gaan kijken? Want dat vind ik toch ook wel heel leuk. Dat kan. Ja? Frank, we zagen zojuist in de vitrine al een miniatuur van jouw huis. Maar kijk, dit is ook jouw huis. En die heeft weer een hele andere maat. Dit is weer een hele andere maat. Dit is inderdaad, dit is 1:43. Ja. Ja, dit is ook inderdaad dakpannen zelf maken. Een beetje geprint papier. En een beetje profieletje bij elkaar zoeken, zelf al luciferhoutjes op maat zagen. En dan kom je tot dit resultaat. Ja, het duurste van dit ding, want als het om geld gaat, is dit autootje. Dat kost 10 euro. Ja. Plus verzendkosten natuurlijk. Ja, dat is het duurste. Maar dan maken we toch zelf een eigen kleur en plakken er een nummerbordje op. En dan klopt het weer helemaal. Dan klopt die weer helemaal. Want we staan hier ook, je bent er nog mee bezig, je gaat het binnenkort weer opzetten, het Sinterklaas gebeuren. Ja, dat. Die is ook helemaal weer op maat gemaakt voor het raam hier. Ja, die moet precies voor het raam passen. Die kan ik er helemaal precies inschuiven. Ik moet de verlichting alleen nog even nakijken. En er zijn een paar dingen die een beetje bewogen zijn, zullen we zeggen. Die moet ik weer goed plakken, vastplakken en dan, Ja. En daarvoor heb je een kerst, hoe zeg ik dat? Het is niet de traditionele kerststal, maar het is meer een dorp of zo. Hè? Ja, dit is eigenlijk meer een Belen. Dat is in Zuid-Europa wel meer traditie. De kerststal die zit dan helemaal links, zeg maar. Daar komt het kindje Jezus met Jozef en Maria. Ja, de herberg zit er langs en nog een smid. Hoe zou ik het zeggen? Het is niet wat wij kennen als het hele kleurige, vrolijke kerstgebeuren. Maar echt het Bethlehem-achtig. Meer in de stijl van de stad. Ja, het stad Bethlehem. Ja. Of het stadje. Ik weet niet hoe groot Bethlehem precies was, maar het was niet zo heel groot, dacht ik. Frank, ik heb het hier neergelegd. Het is een constructieset. Ik denk, dit is ook iets miniatuurachtigs, of niet? Ja, ik vind het. Kun je hier iets mee? Dat weet ik nog niet. Dat is inderdaad wat ik zeg. Ik weet het nog niet, maar ik vind het sowieso leuk. Want als ik het zo eigenlijk al bekijk, het lijkt al een beetje op fysiotechniek, de vorm. Geen idee, er zit een prachtige bouwtekening bij. Dus denk je dat het iets miniatuurachtigs kan worden voor jou? Ik denk dat ik er zeker
aandacht aan ga besteden. Want ik vind de tekening al leuk. Het is niet helemaal compleet, maar ik vind het wel leuk, ja. Zonder meer. En misschien kan ik de onderdeeltjes wel eens ergens voor gebruiken, ja. Nou, ja. Dat kan ook nog, hè? Ja, daar komt het dan toch op neer waarschijnlijk, want het is niet compleet. Dus, ah, maar daar zit nog meer. Ah, oké. Okay. Oh, god. Ah, ja, ik heb nog meer. Ah, ik laat niet meteen alles zien. Ik hou het spannend. Oh, nee, ja, nou, Frank, ik zou zeggen veel plezier met deze constructieset. En nou ja, dat wij en jij nog maar lang mogen genieten van jouw prachtige miniatuurwerkjes. Dankjewel. Bedankt. Bedankt voor je tijd. Dank ook voor jullie tijd. Dankjewel.